Hey, tof dat je luistert naar onze Preek Only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials, Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info@lsm.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. De titel van mijn preek is vandaag, I went to the enemy's camp. Hoe ga ik naar de enemy's camp? Ik ga erin als gloriedrager. Ik ga erin als een eigenaar, een bezitter. Halleluja. Je ziet, ik ben een beetje groen gekleed. Maar ik denk, de wedstrijd is al gewonnen, dus ik hoef mijn boots niet aan. Jezus heeft al gewonnen, ik doe ook een beetje modder. Ja. Halleluja. Als gloriedrager, als eigenaar, als bezitter. Ik wil vanavond met u praten als gelovige. Ik wil met u praten als zoon van de Allerhoogste God. Ik wil vandaag met u praten als derde zoon. Niet alleen een spiritueel persoon. Zelfs niet alleen als christen, maar als gelovige. Als zoon van de Allerhoogste dus. En als derde zoon. Ik geloof dat we in een tijd leven van awakening. We hebben het in de weken gehad die we hier hadden. Dat apostel ook zei, er is een awakening gaande. Niet alleen een opwekking, maar een awakening. De kerk, de gemeente, wij christenen zijn aan het wakker worden. Amen. En we zijn aan het wakker worden door alle openbaringen die we krijgen vanuit het woord van God. En dat maakt dat we onze positie steeds meer gaan kennen en erkennen. Jarenlang heeft de kerk de onderdok gespeeld. Amen. Terwijl God zegt, wij zijn kop en geen staart. Maar jarenlang heeft de kerk gedacht van, ja, wat zijn we, wat hebben we? We kunnen mensen helpen, goede doelen steunen, dat het alleen was. Amen. Maar de kerk is niet de onderdok. We gaan dadelijk lezen wat God ons als gemeente, zijn lichaam, zijn kinderen heeft gegeven. En waar we mee moeten werken. In Hosea 4 vers 6, dat hoeft niet opgezocht te worden, staat mijn volk gaat ten gronde aan gebrek aan kennis. Vroeger als ik deze tekst hoorde, dacht ik van, oh, wat een vervelende tekst. Want het spoort je eigenlijk aan om iets te gaan doen, hè. Ga je Bijbel lezen, ga me zoeken, ga leren wie ik ben. En ik dacht, oh, gebrek aan kennis. God heeft niet als een bestraffing gezet, maar God heeft het geplaatst als een oproep. Ga kennis opdoen, doe kennis op. Weet wie jij bent, weet wie God is, weet wie je vader is, weet wie Jezus is. Weet welke autoriteit en macht en kracht jij bezit. Je bent geen onderdok. Je bent geen staart. Je bent de kop. De gemeente van Jezus Christus, de bruid van Jezus Christus, is geen onderdok, maar het is de kop. Amen. Halleluja. Als we geen kennis tot ons nemen, zegt het woord, zullen we ten onder gaan. Maar wij gaan niet ten onder. Amen. Want wij gaan hongeren naar meer van God. Meer naar God. Het kennis opnemen is een pre als je christen bent. Je Bijbel kennen, je Bijbel lezen, God zoeken is een pre. Halleluja. De Heilige Geest zoeken. Willen leven onder controle, totale controle van de Heilige Geest is een pre. Er is niks anders als christen dan hem te zoeken. I went to the enemy's camp. Terwijl toen ik in militaire dienst zat, verplichte militaire dienst, werd me niet gevraagd, wil je? Nederland zegt, als je 18 bent, ga je. En ik heb een hele leuke tijd gehad. Ondanks dat ik eerst dacht van, ik wil niet, maar het was een leuke tijd. Ik heb veel geleerd. Maar in de militaire dienst leer je allerlei tactieken. Tactieken om de vijand te verslaan. Wie heeft in de militaire dienst gezeten? Een paar van de weinigen. Jongeren denken we in militaire dienst.
Wacht maar, totdat je 17,5 bent, krijg je een brief. De jongste zei, ik ga naar mijn oma in Suriname. Ik ga niet. Ik zeg, nee, je hoeft niet. Maar je leert allerlei tactieken. Bijvoorbeeld, je leert de slangengang. Om dicht bij de vijand te komen, moet je een bepaalde sluipstand nemen om dicht bij hem te komen. De tijgergang. Allerlei dingen leer je om dicht bij de vijand te komen. Je leert te weten wat de capaciteiten en de valkuilen zijn van de vijand. Dus wat kan hij, wat heeft hij, wat zijn zijn wapens en wat zijn zijn valkuilen. We kregen zelfs een handboek mee. En daar moest je eigenlijk ook in leren en lezen. En het gaf de basiskennis van wat je als soldaat moet weten. En iedere militair die in de militaire dienst zat, of als militair was, had dat tot zijn beschikking, maar die moest ook de kennis ervan opdoen. Wat hebben wij als handboek? We hebben de Bijbel gekregen als handboek. En daarin staat wat de vijand, wie de vijand is, maar er staat ook wie wij zijn. Er staat ook waarover wij beschikken. Waar we gebruik van kunnen maken. Waar we mee kunnen werken. Wat de wapens zijn die wij hebben. Halleluja. De Bijbel. Gods krachtig, machtig liefdesboek voor ons. Amen. We gaan naar 2 Korintiërs 10. En dan wil ik vers 3 tot en met 6 lezen. Want al, ik lees het vanuit de basisbijbel alsjeblieft. Daar vind ik het duidelijk en krachtig staan. Ik hoop dat het lukt. Halleluja. Geef ze even de tijd. Dus u weet over wat u beschikt. Als u de Bijbel kent. Als u kennis van Gods woord heeft, weet u waar u over beschikt. Waar u gebruik van kan maken. En niemand kan u daarvan afhouden. Amen. Halleluja. Nou, ik zie dat ze, volgens mij is een basisbijbel er niet. Gaan we het hieruit lezen. Nu is het waar dat ik maar één, dat ik maar een gewoon mens ben. Maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens. Niet met menselijke, maar om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mens worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Amen. Zodra blijkt dat u volledig gehoorzaamt, zal ik deze wapens gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid van anderen. Dit is wat God ons toegeroepen heeft. Deze wapens heeft God ons gegeven. Onze wapens zijn niet vleeselijk. We hebben geen pistolen nodig om mensen te dwingen om God te dienen. Onze overtuigingskracht zit in dat Jezus Christus gestorven is voor de mensen. En dat hij van ze houdt. Dat is onze wapen. Amen. Halleluja. En Jezus heeft ons vanuit zijn woord mandaat gegeven om bepaalde dingen te doen en daarin actie te ondernemen. Amen. Mandaat. Wat betekent mandaat? We hebben nu van Jezus het mandaat ontvangen. En dat wil zeggen de opdracht. Bevel. De bevoegdheid. De volmacht. Om namens en onder verantwoordelijkheid, dus van Jezus. Onder verantwoordelijkheid van Jezus van een andere zaken af te handelen. Dus zaken af te handelen. Wij hebben de mandaat gekregen om de kamp van de vijand binnen te komen en te gaan en terug te nemen.
wat van ons is. We zingen het vaak. I went to the enemy's camp. Maar met welke houding ga je naar de enemy's camp? Ik ga naar dat kamp van de vijand toe, maar I took back what he stole from me. Want als ik te hard ga loven, als ik te hard ga prijzen, als ik hem te hard aanbid, kan ik misschien aangevallen worden. Sommige mensen denken zo. Als ik te veel me met God bezighoud, gaat de vijand mij aanvallen. God heeft je de mandaat gegeven om hem aan te vallen. Weet u, want hij heeft geen ene macht. Hij heeft geen ene kracht. Hij heeft geen ene niets. Halleluja. In Lucas 10, vers 19, staat, zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets, maar dan ook niets, zal u enig kwaad doen. Hey, waarom vrezen we hem? Ik hoorde het Bas vorige week woensdag ook zeggen. Waarom zijn we bang voor de vijand? Terwijl hij ons alle macht en autoriteit heeft gegeven. Hij zegt, ik heb je macht gegeven. Ik heb je de macht gegeven. Wie zegt dat hij ons de macht heeft gegeven? Jezus Christus zegt, ik heb je alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Halleluja. En het is niet zomaar dus iemand die het zegt. Het is de Heere, de Koning, alle koningen. Amen. Halleluja. Want hem is gegeven alle macht. Staat in Matteüs 28, vers 18. Hey, bedenk. We hebben het ook een beetje gezongen zo net. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Allen, kent u Nederlands? Allen, alles, betekent alles. Er zit niets tussen. Niet een klein beetje is voor jou een klein beetje, nee, alles. Als je zegt, ik wil alles, dan wil je alles. Dan zeg je niet van, hè, een klein beetje. Nee, dan zeg ik, ik wil alles. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dus er is niemand hoger, er is niemand groter, er is niemand krachtiger, er is niemand sterker dan Jezus Christus. En die Heer dienen wij. Amen. Die Heer hebben wij. Maar door wie is hem die macht en kracht gegeven? Door de Vader. Soms hebben we de denkwijze dat we denken van, dat Jezus, dat de duivel kwam en zegt, terwijl Jezus zegt, hier heb je alle macht. De macht wordt altijd al bij Jezus Christus. Want de macht was altijd al bij God, de Vader. Jezus heeft de macht gekregen van zijn Vader. Die nooit, maar dan ook nooit, de macht heeft overgegeven. Toen Adam en Eva in het paradijs zondigden tegen God, gaven zij hun macht en autoriteit weg. Zij gaven hun macht en autoriteit weg. God gaf niet de macht en autoriteit weg. Jezus gaf niet de macht en autoriteit weg. De Heilige Geest gaf niet de macht en autoriteit weg. De mens gaf de macht en autoriteit weg. Want God heeft ons gemaakt om te heersen. Hij heeft ons niet gemaakt om de staart te zijn, maar om kop te zijn. Halleluja. God is altijd Heer geweest. Hij blijft Heer tot in alle eeuwigheid. Hij heeft dus nooit zijn macht weggegeven. Dus denk dat nooit. Soms hebben we de mentaliteit en de denkwijze van, ja, God heeft op dat moment verloren. Hij heeft nooit verloren, lieve mensen. Want hij had al een plan klaar liggen. Amen. We gaan naar Jesaja 6, vers 1 tot en met 3. Deze tekst heb ik ook gehad in de weken toen we hier waren met z'n allen. En ik ben nog meer erop gaan studeren. In het sterfjaar van koning Uzzia
zag ik de Heere zitten op een hoog, zeg hoog, en verheven, troon. Dus God zat hoog en verheven. En zijn zoon vulde de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de andere toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde. De ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. We merken hier een andere realiteit dan dat we hier op aarde zien. Dit is de hemelse realiteit. En als je een kind van Jezus Christus wordt en bent, leef je in de hemelse realiteit. Dat God altijd Heer is. Dat hij over alles de macht en de kracht en de autoriteit heeft. Halleluja. De aarde is vol van zijn glorie. We gaan door. Of had ik dat aangegeven? Oké, maakt niet uit. Dus de aarde is gevuld met zijn glorie. Zijn autoriteit, zijn macht, zijn kracht heeft hij dus nooit weggegeven. Als we beseffen dat Jesaja zo'n 750 jaar leefde voordat Jezus geboren werd. En dus 783 jaar, plus minus, voordat Jezus stierf aan het kruis. Zeggen, ja, maar Jezus is gestorven, hij is veranderd, de hemel en aarde zijn weer één. Dit is iets heel anders, maar God ons bekend. Ik ben altijd Heer geweest. Ik heb nooit de strijd opgegeven. Ik ben nooit aan de verliezende kant geweest. Ik ben altijd God. Ik ben hoog en ik ben verheven boven alles. En de aarde, zoals hij de aarde ziet, is vol van zijn glorie, vol van zijn heerlijkheid. De hemelse realiteit is een andere realiteit dan de aardse realiteit. Maar wij leven hier op aarde en wij zien sommige dingen. En toch wil God dat wij in de hemelse realiteit leven. En daarin bewegen. Het koninkrijk van God is een absolute koninkrijk. Absolute heerschappij is in dat koninkrijk. Alleen God regeert. Alleen God is Heer. De aardse realiteit is gekomen omdat de mens heeft gekozen zijn autoriteit en kracht weg te geven. Want God had ons gedelegeerde macht toen al gegeven. Adam en Eva had gezegd dat ze moesten heersen. Niet alleen heersen, maar dat ze ook moesten onderwerpen. We gaan naar Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Dan kunnen we het lezen. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar ons beeld. Dus dat we op hem lijken. Dat we doen wat hij kan. Hij is God. Dus als wij zijn beeld hebben, zijn beeldenis, betekent dat we autoriteit en kracht hebben. Amen. Naar zijn beeld, als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee en over de gevogelten des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. Dat was heers. En God schiep de mens naar zijn beeld. Hij herhaalt het. Je bent gemaakt naar mijn beeld. Zegt hij nog een keer. Naar Gods beeld schiep hij hem. Hij maakte man en vrouw. Hij schiep hen, man en vrouw. Halleluja. En God zegende hen. En God zeide tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp. Dus word jij niet onderworpen aan al je problemen, al je zorgen, al je ellende. Maar onderwerp haar. Heers over de vissen des zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op aarde kruipt.
Dus God had ons kracht en macht en autoriteit gegeven. Adam en Eve hebben het weggegeven. En daardoor is de realiteit hier op aarde, zoals we het zien, anders. Niet omdat God heeft opgegeven. Gods realiteit is een hemelse realiteit. De aarde is gevuld met mijn glorie. En we zien het steeds meer gebeuren. We zien dingen veranderen. Omdat christenen, de kerk van Jezus Christus opstaat. Halleluja. Maar om de herstel te brengen, moest er een meesterplan in werking gesteld worden. Wauw. De drie-eenheid had een meesterplan. En de plan is echt een meesterplan. Wauw. Mindblowing. Geweldig. Jezus Christus moest mens worden. God werd mens. Want een mens heeft het verknald. En een mens moet het herstellen. Snapt u het plan? Als ik mijn armbandje... Schat, kom eens even. Ik heb het zelf helemaal lopen knutselen en doen. Zoals God de aarde heeft gemaakt. Hè? Schat, ik geef jou mijn armbandje. Het is als cadeau. Yes, ik heb het aan jou gegeven. Doe er mee. Hè? Draag het, schijn er mee, doe er wat mee. Amen. Yes. En zij gaat zitten en ze geeft het aan mijn zoon. Kan ik naar Rafael, mijn zoon, lopen en zeggen, Rafael, kom hier met dat ding. Nee, je moet niet komen. Het is nu jou gegeven. Ik tegen hem zeg, Rafael, ik wil mijn armband hebben. En Rafael is mijn zoon, hij gaat, je ziet, hij komt het brengen. Maar een andere persoon die zou denken, hallo, ik heb dat ding niet van jou gekregen. Ik heb het van Marina gekregen. De enige die armband terug kan krijgen, is Marina zelf. Doordat zij naar Rafael gaat en zegt, Rafael, ik heb een fout gemaakt, maar ik wil die armband graag terug. Ik had het niet weg moeten geven. Ja, want ik heb het van je vader gekregen en hij heeft het zelf gemaakt en hij heeft zijn moeite ding gedaan. Snap je wat ik bedoel? De mens heeft het verknald. De mens moest het herstellen. Is dat niet een meesterplan? Jezus kwam in onze plaats als mens. Om te herstellen wat Adam, de eerste zoon, verknald heeft. Wauw! De duivel zou niet... God had het zo kunnen zeggen. Hey, duivel, geef dat ding terug. De aarde is van de mensen, dit en dat. Want dat heeft God eigenlijk ook gezegd. Hè? Hij zegt, de hemel is van mij en de aarde is van de mens. Dus hij heeft de aarde aan de mens gegeven. Dus hij heeft eigenlijk niet die autoriteit. Hij heeft natuurlijk wel de autoriteit. Maar hij heeft niet de autoriteit om te zeggen, geef het terug. Er moest iemand komen die hetzelfde was als de mens. Om het terug te pakken. Wauw. En Jezus Christus is dus gekomen om dat te vervullen. Halleluja. Jezus Christus is als mens gekomen om terug te nemen wat de vijand heeft gestolen. En ik heb, Marina heeft het lief gevraagd aan de dingen, maar Jezus heeft teruggenomen de kracht, de macht, de autoriteit die de vijand had gestolen. En als Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, betekent dat hij door zijn dood en door zijn sterven en door zijn opstanding weer eenheid heeft gebracht in de hemel en aarde. Hij heeft eenheid gebracht in hemel en op aarde. Want vanaf nu kunnen wij weer vrijmoedig tot de troon van God naderen. Adam en Eva werden uit het paradijs gezet.
moesten zoveel doen. En er moesten lammen geslacht worden, er moesten dingen gedaan worden, er moest alles gedaan worden. Maar Jezus is geslachte lam voor ons. En vanaf dit moment, vanaf dat moment dat hij aan het kruis ging, kunnen wij weer tot de Vader naderen. Als we het onze Vader lezen en opzeggen, zeggen we onze Vader. In die tijd was het niet gewoon dat de mensen God hun Vader noemden. Jezus leerde de mensen het onze Vader. Hij is niet een God van ver weg. Hij is je Vader. Hij is niet een God die boos op je is en ver weg en je straft. Hij is je Vader. Hij houdt van je, hij helpt je. Onze Vader, amen. Onze Vader is Hij. Vroeger mochten de mensen God geen Yahweh zelf zeggen. Maar nu kunnen we papa zeggen. Door het offer van Jezus Christus. Halleluja. Dus als de duivel onderworpen is aan ons, hoe gaan wij het kamp van de vijand in? Wat kom je halen? I went to the enemy's camp and took back what he stole from me. Zijn de dingen die hij van u gestolen heeft. Terwijl u weet dat de Heer alles voor ons heeft klaargelegd. Heeft hij uw gezondheid gestolen? Is hij in uw gezin bezig? Is hij in uw financiën bezig? Stap het kamp van de vijand in, wetende dat ons is gegeven, samen met Jezus Christus, alle macht in hemel en op aarde. Ik neem terug wat van mij is. En sommige mensen zeggen, dat is hoogdravend. Want je moet, oh Heere, Heere, oh ja, Vader, wilt u mij helpen, dit en dat. Dit is niet wat God ons leert. Hij zegt, je bent mijn kind, je mag binnenstappen en zeggen, je moet het teruggeven. Sommige mensen denken dat we eisen van God, we eisen niet van God, we eisen van de vijand, de dief. Neem het terug wat van ons is. Amen. Dus met die mentaliteit gaan we het kamp in. En hij heeft ons diverse mandaat gegeven, zoals ik al zei. Hij heeft ons mandaat gegeven. En dat is dat we op slangen en schorpioenen zullen treden en niets zal ons kwaad doen. Niets zal ons kwaad doen. Halleluja. Niets zal ons kwaad doen. Dus wij kunnen binnenstappen in het kamp van de vijand zonder angst en vrees en zeggen, luister hier. Mijn zoon, mijn kinderen, mijn financiën. Ik zeg tegen je, laat los in Jezus' naam. Dit lichaam is gezond, want hij heeft het gezegd. Ik ben gezond. Gebruik uw mandaat om binnen te stappen. En kom binnen als gloriedrager. De glorie van de Heer is op ons. Amen. Ik ga naar 2 Korintiërs 3 vers 16 en 18. Had ik ook in de basisbijbel. Ik weet ook niet als dat gelukt is. God opent onze ogen. Als je christen wordt, als je zegt, Heer Jezus, ik wil u tot mijn Heer en Heiland aannemen. Opeens ga je dingen begrijpen. Heeft u dat? Dat u een bepaald leven had, dat u dacht, hè? Ik heb me bekeerd en nu zie ik, hé, dit was God niet, dit was de vijand. Er gaat een sluier van ons af. Als iemand zich tot de Heer bekeert, wordt die sluier weggenomen. De Heere is de geest die leven geeft. Waar hij is, is vrijheid. Amen. Wij gelovigen hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net als spiegels die het schitterende licht van de Heere weer spiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken. Wat wil dat zeggen? Dat als u de kamp van de vijand, als u in gebed bent en u bidt, dat de vijand Jezus Christus ziet en beeft.
Hoort u wat ik zeg? U bent als een spiegel. Hij kijkt, hij denkt, wauw, ik zie Jezus. U bent aan het bidden voor uw gezin. U bent aan het claimen. U bent aan het proclameren. De vijand kijkt en denkt, wauw, ik zie Jezus, ik moet loslaten. Want dat is diezelfde Jezus die alle macht op hemel en in hemel en op aarde heeft. Ik doe net als ik macht heb, maar hij heeft alle macht. Dus ik moet loslaten. Als we onze mindset daarin gaan zetten, van Heer, ik ben een spiegel van u. Ik ben zoals u bent. Dat als ik bid, moeten dingen veranderen. Niet omdat ik geweldig ben, maar omdat u in mij woont en ik op u lijk. Ik heb uw gelijkenis. We hebben het al eerder gehoord. Hij heeft ons gemaakt naar zijn gelijkenis. Dus als we de spiegel hebben. En de vijand kijkt in de spiegel. De demonen kijken in de spiegel. Van ons zien ze Jezus Christus. En ze beven. En hebben een sidderen. Dat is de hemelse realiteit. Dat is de hemelse realiteit. Dat is de hemelse realiteit. Niet dat u beeft en dat u siddert. Maar dat zij sidderen. En door God te zoeken, door meer kennis op te doen, zoals ik in het begin zei, gaan wij steeds meer op Jezus Christus lijken. En dat gebeurt door de Heilige Geest. En we hebben het al jaren horen wij het, CC. Zoek hem. Constant contact. Check met hem. Wat moet ik doen nu op dit moment, Heer? Wat wilt u dat ik doe? Wat zijn mijn woorden die ik uit moet spreken? Want soms wil je dingen zeggen die niet in lijn zijn met wat God zegt. Maar de Heilige Geest wil je helpen om dingen te zeggen die in lijn zijn met God, zodat de bevrijding komt. Halleluja. Een mandaat die we hebben. De mensen die het geloven, Marcus 16, vers 17 en 18. Dit is een mandaat die God ons heeft gegeven. De mensen die het geloven, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam, in die naam boven alle namen, in mijn naam zullen zij boze geesten uitwerpen. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken, gemeente, christen, gelovigen, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen. Er staat niet, misschien zullen ze genezen. God wil ons naar het niveau hebben, want je hoort ook mensen, ja maar niet iedereen geneest. Maar God wil ons wel naar dat niveau hebben, want Jezus ging rond, goeddoende en genezende allen. Dus als we op Jezus lijken, als we op zieken de handen leggen, moeten ze genezen. Halleluja. God roept ons op naar een hoger niveau. God roept de kerk op om te begrijpen wie ze zijn in Jezus Christus. God roept ons op om te zijn wie hij wil dat wij zijn. Een kerk vol met kracht. Vol van sterkte. Amen. Halleluja. Wat is ons gegeven als kerk? Bijna klaar door mensen. Halleluja. De afgelopen tijd in de campus, tenminste vorig jaar, hebben we constant deze teksten herhaald. Deze teksten, de volgende teksten. Omdat ik wilde dat de gemeente begrijpt wie ze zijn in Jezus Christus. Op een gegeven moment moesten ze het nazeggen. Hoe meer je vaak hoe je het herhaalt, hoe zeggen ze dat, de reclame? Herhaling van de reclame maakt dat mensen het gaan snappen en gaan kopen. Dus ze hebben het herhaald en herhaald en herhaald en herhaald en herhaald en herhaald en herhaald. Tot de Heer zei, het is genoeg. We gaan naar Efesiërs 1, vers 19 tot en met 23. En ik wil het eigenlijk lezen vanuit de basisbijbel. Ook zullen jullie dan begrijpen
Hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Gods kracht werkt in u. Gods kracht werkt in u. Gods kracht werkt in u. Die kracht is dezelfde kracht waarmee God Jezus Christus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee hij hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf na zichzelf. Wauw. Nu is Jezus machtiger dan elk andere macht, kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in de wereld die nog komt. God heeft hem over alles, zeg alles, de macht gegeven. Hij is heerser geworden over alles wat er is. En hij heeft hem gemaakt tot het hoofd van de gemeente. Jezus is het hoofd van de gemeente. Amen. Daarom gaven we hem de eer en de glorie en de lof en de prijs. Amen. Hij is het hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn lichaam. Wij zijn zijn lichaam. En de gemeente, staat hier, is vol van hem. U bent vol van hem. De geest van u bent vol van hem. En hij vult alles, staat er verder, en iedereen helemaal met zichzelf. Als Jezus het hoofd is, het hoofd bestuurt alles. Als het hoofd zegt, Sieven, ga de trap af. Kan mijn benen zeggen, nee, ik wil niet. Maar ik ga. Als het zegt, Sieven, ga de trap weer op. Mijn hersens besturen alles. Hef je handen op. Lach naar de mensen. Ons hele lichaam wordt bestuurd door ons hoofd. Dus ons hoofd is eigenlijk vol. Ons lichaam is vol van ons hoofd. Amen. En als u dat begrijpt, dat wat Jezus tegen u zegt en u gaat het doen, wat de Heilige Geest tegen ons zegt, en we gaan het doen, dat we dingen gaan zien gebeuren in ons midden. Dat dingen gaan veranderen. Omdat we hem accepteren als het hoofd. En in hem bewegen en doen en gaan. Halleluja. Jezus heeft alle macht en kracht. Dus als wij in die handelingen van Jezus ook handelen, gaan dingen veranderen in levens van mensen. Moeten dingen veranderen in levens van mensen? Moeten dingen veranderen in uw gezin? Moeten dingen veranderen op uw werk? Moeten dingen veranderen in uw buurt? Wij hebben gebeden in onze buurt. Zeg, heren, Steven en Marina wonen hier met hun twee zonen. Wij wonen hier en we spreken tot deze buurt. Geen geweld. Geen agressiviteit. Want wij wonen hier en willen in rust wonen. Heeft u dat uitgesproken over uw buurt? Of denkt u van, ja, ik woon hier gelukkig. Ik heb een huisje. God heeft onze autoriteit gegeven om dingen die de duivel zou willen doen, stop te zetten. Ik heb een huisje gekregen, dank u voor dit huis. Maar ik bid niet alleen voor dit huis. Ik bid voor heel de buurt waar ik woon. Ik bid voor mijn buren. Ik bid voor de straat aan de overkant. Want ik wil hier rustig en veilig wonen. We hebben kracht en autoriteit gekregen. Ik ben hier op het werk. Ik ben hier komen werken. Ik heb die baan gekregen. Prijs de Heer. Maar omdat ik hier werk, gaat het opwaarts met het bedrijf. We hebben daar veel te weinig actie in ondernomen. Ja, de baas gaat failliet. Ja, jammer. We moeten een andere baan zoeken. Hebben we voordat we dat hebben gedaan, hebben we gezegd, ik ga mijn macht en autoriteit gebruiken om tegen de vijand te zeggen, dit bedrijf zal voor Gods glorie en voor Gods eer, want ik heb dingen te doen voor de Heer. Ik heb mijn geld te geven aan de Heer. Hallo. Niet alleen voor uzelf. Tenzij u denkt van, ik wil helemaal niet deze baan hebben, dan zou ik zeggen, ga.
Want ze zeggen, ik heb een leuke baan. Bid voor de baan. Ik heb van mensen gehoord die hebben gebeden. En de baan is blijven bestaan. Het bedrijf is blijven bestaan. U bent vol van hem. U bent zijn gloriedrager. En in die mentaliteit moet u dingen gaan doen. Actie ondernemen. Niet in een slaafse houding. Ik ben maar een christen. Nee, ik ben Gods zoon. Ik lijk op hem. Ik ben zoals hem. Ik kan doen wat hij kan. Ik spreek zoals hij spreekt. Ik doe wat hij doet. Hij legde de zieken de handen op en ze genezen. Ik leg zieken op en ze genezen in de naam van Jezus. Een boldness moet in ons komen, mensen. De kerk is geen, zeg dat slapiewassie ding. De gemeente is Gods lichaam en is Gods kracht hier op aarde. Hij heeft u en mij op het oog om mensen te redden. Maar als wij, ja rustig, want niet te veel, verander de wereld niet. Als wij uit gaan stappen in liefde en in autoriteit, gaat de verandering komen. Awakening. We weten wie we zijn en we gaan steeds meer begrijpen wie we zijn. Wij zijn Gods lichaam. Wij zijn Gods autoriteit hier op aarde. Wij heersen omdat Jezus aan het kruis is gegaan. En alles terug heeft gegeven aan ons, de mens. Wij heersen en onderwerpen. Weer, zoals Adam en Eva moesten doen. Dat doen wij nu. U bent niet zomaar iemand. U bent geroepen. U bent geroepen. U bent geroepen om de werken van de duivel naar beneden te halen. U bent geroepen om Gods koninkrijk te bouwen. Ik wil niet iemand zijn, Heer, ik ben bekeerd. Ik ga naar de hemel, glorie, halleluja. Oh, dank u Jezus. Wanneer komt u? Want dan kan ik naar de hemel, de wereld is een ellende. Neem me thuis. Terwijl je buren, zelfs je kinderen, soms je partner, God nog niet kent. God wil dat we een hart hebben, zoals Jezus. Niet alleen in de autoriteit die hij liet zien. Maar dat we het hart hebben van Jezus. Hij was bewogen voor mensen en met mensen. Die gelijkenis die wij hebben met Jezus moet ook dat tonen. Dat we van mensen houden. Die lastige buurman is zo lastig. Ik ga niet voor hem bidden hoor. Zijn zaak. Nee. Jezus had ook lastige mensen om zich heen. Moeilijke mensen om zich heen. Maar toch zijn hart was, ik wil deze mensen helpen. Ik wil ze vertellen over het koninkrijk van God. Ik wil ze vertellen over de hemelse realiteit. Dat hun leven vol kan zijn van Gods heerlijkheid. Dat hun leven vol kan zijn van Gods aanwezigheid in hun leven. Dat willen wij laten zien aan de mensen. Maar als we de mensen niet laten zien door actie, door te bidden, te spreken, zullen de mensen zeggen, oké, ja, is ook zo eentje die gaat naar de kerk. Fijn naar de kerk. Ja, ja, leuk hoor, de kerk. Ja, ga je maar naar je kerk. Maar ik geloof dat er een tijd aan het komen is dat mensen zullen zeggen, hey, wauw, wat is er met die christen opeens? We zien het nu al, dat de straten stromen vol. In Buenos Aires. Ik zeg het expres. Halleluja. In L.A. De straten stromen vol. In Rotterdam. Utrecht. Amsterdam. Spijkenissen.
Leerdam, Zoetermeer, Dordrecht, Delft. Stromen vol met mensen die de straat op gaan en zingen en Jezus prijzen. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo eerder gehad. De kerk stapt uit zijn schulp en laat Gods grootheid zien. En als we daar ook nog bij de actie gaan ondernemen die hij ons heeft gezegd. Om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de hele legerbende van de vijand te verslaan. We zingen How Great Is Our God. En het is, we zingen helemaal in de glorie. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great. Hoe gaan allen het zien? Want Gods heerlijkheid is op aarde, zegt hij. De aarde is vol van zijn glorie. Maar hoe gaan de mensen zien dat de aarde vol van zijn glorie is? Omdat u en ik, gloriedragers, in actie komen. Omdat u en ik, gloriedragers, in actie komen. In beweging komen. All will see how great is our God. Dit lied is een uitdaging. Niet alleen maar om, oh halleluja, oh will see, oh. Sommige tranen erbij. Oh will see how great is our God. Hij zegt tegen je, hallo. Word nuchter. Ik heb jou nodig. Om te laten zien dat ik groot ben. Want mijn glorie is er gewoon. Halleluja, dank u Jezus. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven en om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministry kun je gaan naar lsm.nl of ga naar lsm.nl/locaties en vind een van onze campussen. Tot de volgende keer!